It's all I wanna do. Welkom bij weer een nieuwe unboxing video. Yo, mijn naam is Chester. Vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe unboxing van Game Gear. Want zoals ik in de vorige unboxing al zei natuurlijk, kreeg ik nog een pakketje binnen boven de 150 euro. En dat heb ik hier zo binnengekregen. En dit is een andere crate. Vorige keer had ik een SteelSeries crate. Ik heb nu de allernieuwste die er is. Met het Astro logo erop. Ik laat hem niet altijd goed zien, maar de rest staat erop. Maar hij is aardig zwaar. Maar we gaan dus nu voor jullie gewoon weer live openmaken natuurlijk. Dus vergeet ik niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. En jullie gaan zo zien wat erin zit. Het is nu weer besteld. Godverdomme. Op Game Gear natuurlijk, zoals ik altijd doe. Het is gewoon een toffe zaak. Maar ik ga eerst weer die blauwe draden doorknippen, zoals vorige keer. Even mijn prullenbak hier erbij zetten. Dan gelijk alles daarin kunnen gooien. Weer deze blauwe koord. Ja. Jee. Zo. Hoor je dat? Het is gewoon zo'n ding weg. Die raap ik straks wel op. Maar zal je zien, is die weer open. En natuurlijk weer het sneeuwspul, maar daar ga ik nou niet mee gooien. Ik plug het gewoon gelijk hier zo in mijn welverbakje. En ja, hier natuurlijk als eerste brief. Althans de order die we hadden. Maar om tegelijk te gaan beginnen. Zoals vorige keer natuurlijk ook weer lekker koud monsterblikje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En wat hebben we hier erbij? Van Skullcandy hebben wij hele oordopjes gekregen. Fucking awesome, hé. Kijk, vorige keer hadden we een t-shirt. Ik weet niet of die er nu ook bij zit. Maar we krijgen nu dus gewoon oordopjes van Skullcandy. Die ga ik daar wel eventjes uitpakken voor jullie. Leg even hier neer. En ja, fucking awesome. Maar dit heb ik natuurlijk gekocht, zoals jullie weten. De enige echte Astro A40 TR. Zal ik even gaan laten zien aan jullie. Even plastic eruit. Hier is hij. Ik ga hem dadelijk voor jullie nog een keer uitpakken. Dus dan ga ik even switchen van view. Maar deze heb ik dus gekocht, zoals jullie zien. Zullen jullie hier ook zien. Staat er Black Ops 3 headset. Dus Activision heeft samen met Astro samengewerkt om deze headset te creëren natuurlijk. En zoals jullie weten, zien jullie hier al een roze Astro hangen. Die heb ik altijd gebruikt natuurlijk. Maar ik ga vanaf vandaag afscheid nemen van mijn roze Astro. En ga deze gebruiken. Maar die ga ik dadelijk voor jullie verder unboxen. Kijken wat hier verder nog in zit. Ik heb hier natuurlijk een brief. Ik ga even kijken wat erin staat. Het is een, ik heb geen idee wat voor brief het is. Een extra code. Dus deze is voor mijn supply crate. Dus dat is mooi. Ik heb er nu natuurlijk twee. Dus die ga ik sowieso even gebruiken. Verder zit er niks in deze envelop. Dus die gaan we ook gewoon wegdoen. Nou, hier is natuurlijk wat er in jouw supply crate zit. Zoals ik al zei, wat als het niet goed is, is dat dit dingetje. Papiertje kan eruit. Zo. Natuurlijk weer een awesome Game Gear keycord. Dus als je die natuurlijk wil winnen, laat even in de comments achter. Wie weet ga ik een giveaway doen van deze dingetjes. En hier heb ik een Astro keycord erbij gekregen. En bij de rest heb ik hier, oh shit, nog een Astro tas. Dus dat is wel geniaal om te gebruiken als ik bijvoorbeeld ga gimmen of zo. Maar dat is wel lachen. En een Astro polsbandje. Dus die ga ik even omdoen. Zo. Let's go boys. Een Astro polsbandje. Hij is wel iets groot, maar I don't care. En natuurlijk, zoals ik al vorige keer ook had gekregen, iets kleinere versie, de Elder Scrolls. Ik weet nou waar het van is. Iemand heeft het in de comments gezet, namelijk Double Dutch geloof ik. Dus thanks daarvoor. En ja, wie weet ga ik deze dingetjes gewoon weggeven als je daar zin in hebt. Maar ik ga eventjes van view switchen om de afstand uit te pakken. Dus ik zie jullie zo meteen. Nou, zoals jullie zien zijn we dus even van locatie geswitcht om dit dingetje even mooi uit te gaan pakken. Dus dat gaan we dan ook maar doen. En we beginnen gewoon zoals altijd met deze doos eruit te schuiven. Dus als hij even mee wil werken. Zo, er zit hier ook nog altijd leuk een plakkertje. Dus we hebben wel altijd een schaar bij ons. Eventjes met het plakkertje door te snijden. Zo. Nu is hij helemaal open. Dus nu kunnen we verder gaan ook. Bam. Oké, dus hij sluit er hier al, zoals jullie zien, uit. Zo. En we hebben hier de hele mooie Astro-doos. En ja, die doen we een beetje daarin eventjes. Dus, we beginnen hier zo met de nieuwe Astro A40. Zoals jullie hier zien. En holy shit jongens. Fucking mooi is die. Ook weer verstelbare kappen. Stoffenkappen zoals jullie ook kunnen zien hier zo. Ik weet niet of het goed kan zien. Het is geen leer. En het is echt een hele soepele headset. Soepeler als de andere Astro die ik heb. Want het is natuurlijk wel iets nieuws. We gaan even de plasticjes eraf halen.
Zo. En aan de andere kant hebben we ook weer zo'n plasticje. Dus die gaan we daar ook zo afhalen. Zoals je ook heel mooi aan deze speakertext kan zien. Zie je dat er iets heel moois gewoon opgeschreven staat. Ik weet niet of je focus, maar dat niet. Het staat namelijk Astro A40 Tournament Ready. En hij is echt super, maar ook een super sexy. Als je die hier ook ziet. Mooie brons Astro logotje hier zo. En ja, hij is gewoon echt super, maar ook echt super lekker. Hij sluit ook goed af van de buitenwereld als je dat, laat maar zeggen, zo gaat vergelijken. En ja, ik vind hem een lekkere headset. Beste headset om mee te gamen, dus ik leg hem eventjes hier neer. En dan gaan we door naar de Mix Amp. Die zit hierin. En met dit ding, hier is zoveel mee veranderd vergeleken met de andere Mix Amp. Want je kan nou zelf ook op de website, kan je een software downloaden om jouw eigen Mix Amp samen te stellen qua geluid. Dus dat ga ik natuurlijk ook eventjes doen. En het is echt gewoon niet normaal als een ding, jongens. We gaan hier ook gewoon dit dingetje eraf halen. Even terugleggen in de doos, wat zullen jullie hier zien? Wacht, ik zal het even voorlezen. To enter PC mode, press and hold for 3 seconds. Power button will turn white. Dus als je hem op de PC wil gebruiken, moet je hem eventjes 3 seconden de power button ingedrukt houden. Zoals je ziet, mooie afwerking van de knoppen. Hier zie je altijd de 2 knopjes voor de surround sound en de verschillende modes die je wil doen. En hier kan je de volume doen of je meer voice of meer game wilt. Ik laat hem altijd gewoon in het midden staan. Vind ik wel het fijnst. Die leggen we dan ook hier neer. En hier zie je altijd gewoon de kabeltjes. De nieuwe microfoon. Hier is die. Dit is de nieuwe microfoon. Ook met het mooie bronzen stukje hier aan. En ja, het is gewoon de typische Astro microfoon. Die bij mij kapot is. Dus ik kan eindelijk weer door mijn microfoon praten. Let's go. Dat is mooi natuurlijk. En hier achter natuurlijk gewoon alle draden. Als hij eruit wil komen. Zo. Dit is de optische kabel. Nee, dit is niet de optische kabel. Even kijken. Dit is de optische kabel. Die gebruik je natuurlijk om in je PlayStation te doen. Dit is de USB kabel. Die gebruik je natuurlijk om in jouw PC te doen, et cetera. Of waar je anders op een game. En dit is de kabel. Die je link hebt met iemand anders in Mixamp. En dan kan je gewoon 2 headsets aansluiten. Dat is natuurlijk fucking chill. En hier verder rest nog een beschrijving van Astro. En dat was deze video. Mocht je genoten hebben, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. En ook jullie te zien bij de video van morgen. En andere video's. Dus jongens, veel te veel te zeggen.